veel breder. En ik vind het veel fijner als ik een intiem concert geef en één of twee mensen komen daarna naar me toe en zeggen van zo, weet je, Vanka, echt, je hebt me echt geraakt. Of ik kwam hier naartoe en ik voelde me echt niet oké. En ik ga nu met een soort van fijn gevoel of een nieuwe energie naar huis. Het bewuste begin was toen ik een jaar of 7 was. Toen had ik echt besloten dat ik zangeres was. En toen deed ik Randy Crawford na met One Day I Fly Away. Onze soort van weekafsluiting op school. Toen had ik een grote witte jurk aan, veel te groot. En mijn vader had fonetisch de teksten voor me opgeschreven, maar echt One Day, W-A-N-D-E-E. One Day I'll Fly Away. En vanaf toen vond ik dat ik een carrière had. Ik heb gewoon een originele plaat uitgebracht, vind ik zelf. Met liedjes waar ik heel erg achter sta, waar ik zelf heel erg vrolijk van word. Dus ja, ik denk dat ik wel voor 2008 een originele chick ben geweest. En daarom moet ik hem winnen. Hier is Jovanka.